Op vraag van het parket van Halle Vilvoorde verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. In april en mei 2022 heeft een onbekende persoon in Meissen, Londerzeel en Kapellen op den Bosch in verschillende handelszaken aankopen gedaan met vals geld. De verdachte komt de winkel binnen, snuistert rond en wil een aankoop doen. Hij controleert zijn portefeuille voor het juiste bedrag, maar heeft niet genoeg klein geld om gepast te betalen en geeft dan een vals briefje van 100 euro. Hij krijgt vervolgens geld terug en verlaat de zaak met de aangekochte goederen en het wisselgeld. In sommige zaken slaagt hij in zijn opzet en in andere wordt opgemerkt dat het geld vals is en verlaat hij de zaak zonder aankoop of geeft hij het wisselgeld en de goederen terug. De verdachte is rond de 30 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar en een stoppelbaard. Hij droeg meestal een donkere jas met witte mouwen, een donkere broek, lichtkleurige of rode sneakers en een zonnebril. Herkent u deze persoon of heeft u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 30 0.